Ja, pas geleden. Toen heb ik een filmpje gemaakt. En toen liet ik zien van, ja, ik heb huisarrest. En ik loop hier dus rondjes om het zwembad heen. Ja. Maar, huppakee, daar was Jaloers Nederland. Ja. En die gingen allemaal schrijven aan mij. En die zeiden, ja, maar jij hebt makkelijk praten. Ja. Maar tegen die mensen zou ik nou willen zeggen, let goed op waar ik altijd voor gezorgd heb in mijn leven. Dat ik de man heb leren kennen met de sporttas. Want daar gaat het om. Ja, de man met de sporttas. Dat is hem. Ja, want die zorgt ervoor dat je nooit hoeft te werken. Dat je niks hoeft te doen. En dat heb ik ook nooit gedaan in mijn leven. Ik heb altijd verschrikkelijk op mijn luie reet gezeten. Precies. En dat heb ik allemaal te danken aan de man met de sporttas. Want hij komt elke vrijdag. Komt hij bij mij langs. En dan zet hij de sporttas voor mijn deur. En dat zit vol met geld. Ha! Hoe vind je hem? Ja, dat is hem. Elke vrijdag. Ja, en hij is punctueel en hij is altijd op tijd. De man met de sporttas. Ja, hij geeft nooit af. Hij is er altijd. Als ik op vrijdag mijn deurtje open doe, boem, dan staat hij daar. De sporttas vol met geld, jongens. Oh, het is een... Ik begrijp niet dat jullie, die mensen die mij geschreven hebben, die kennen hem dus kennelijk niet. Dit is raar, dat vind ik niet zo slim eigenlijk. Dus, ik zou tegen al die mensen willen zeggen, zorg ervoor dat je hem snel leert kennen. De man met de sporttas.